avond, kinderen van Koosterteele. Wat fijn dat ik hier weer aanwezig kon zijn en dat ik welkom ben, ondanks de coronaziekte die door Nederland warrelt. Het is geweldig om te zien hoe mooi de boel hier versierd is. Kleurplaten, vragend voor Sinterklaas. Helaas kon ik niet met de boot en kunnen jullie mij niet ontvangen in de haven. Maar dat is te gevaarlijk omdat ik op leeftijd ben en niet ziek wil worden. Ik vind het geweldig wat jullie allemaal voor me gedaan hebben. Rond de 180 tot 200 van deze prachtige kleurplaten met vragen heb ik jullie mogen ontvangen. Er staan zelfs wat leuke vragen bij. Wil ik eens even een stuk of 3, 4 voorlezen. Erwin zegt bijvoorbeeld, Sinterklaas, houdt u van gamen? Nou Erwin, nee, want Sinterklaas vindt buitenspelen veel gezonder. En dan hebben we hier Remco, of ik ook van voetbal hou. Nou, natuurlijk houdt Sinterklaas van voetbal. Wie niet? En dan hebben we Eva. Worden de pepernoten op de stoomboot gebakken? Ja, Eva, inderdaad. Maar ook in het grote Pietenhuis, in een hele grote oven. En dan vraagt Roy nog van, hoe jong is de jongste Piet? Nou, de jongste Piet is 1 jaar of 10. En dan de 21 november. Dan hoop ik dat jullie allemaal op het filmpje gaan kijken. Want dan kunnen jullie kijken wat er allemaal langskomt. En dan komen de Pieten een cadeautje bij jullie aan de deur brengen. De adressen hebben jullie allemaal opgeschreven. En dan komen alle hulppietjes langs om jullie een verrassing van Sinterklaas te brengen. Dank u.